allemaal, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ga jullie in deze vlog gewoon gezellig een aantal dagen meenemen. Het is nu donderdag 6 of 7 juni. Even kijken. 6 juni. Ik ben gewoon letterlijk over een maand jarig. Dan is het dus gewoon zomer, want ik ben echt altijd in de zomer jarig. En ik kan het gewoon niet geloven dat het al juni is. Echt, ik kan het niet geloven. Het is 8 uur. Ik moet echt gaan aanrijden naar werk. Ik heb vandaag een beetje wat langzamer opgestaan en ik moet nu echt gaan. Want om 9:15 hebben wij afgesproken. Omdat ik een meeting heb vandaag met ook nog wat andere collega's in Tilburg. Dus daar rijden wij dadelijk om 9:15 heen. De meeting begint om 10 uur. En ik moet heel even kijken hoe ik moet rijden, want de weg is afgesloten. De normale weg die ik normaal rijd eigenlijk. Dus ik moet heel even kijken hoe ik het nu ga doen. Maar het gaat goed komen. Ik ga de dingen aanzetten. En ja, ik neem jullie gewoon gezellig deze dagen mee. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Jullie gaan vanzelf zien wat ik allemaal ga doen. Maar ik heb vandaag dus nog gewoon een dagje werken. Het is 7:30 en zoals jullie kunnen zien ben ik weer op de kamer. Het werken vandaag, ik was echt blij dat ik thuis was. Het ging op zich wel goed, vooral de meeting was heel erg leuk en heel interessant. En ook om nieuwe collega's nog te ontmoeten. Maar het werken zelf, er kwamen wat dingetjes waar ik even van dacht van, ugh. Maar ja, ik heb mijn werk afgekregen weer, dus daar ben ik heel erg blij mee. Dit is trouwens ook de outfit die ik vandaag aan had. Shirtje van de Zara, de blazer van vanochtend was ook van de Zara. En dan weer mijn H&M white leg broek, echt mijn lievelingsbroek. Ik was vandaag iets later thuis, of iets over 5:30 was ik thuis. En heb ik ook gelijk even gegeten, daarna gechilled. Wij komen net terug van het stemmen, want vandaag kon je stemmen voor het Europees Parlement volgens mij. Dus daar heb ik even voor gestemd, samen met mijn ouders. En we hebben ook gelijk een ijsje gehaald bij de ijssalon, want heel veel mensen zagen we dat doen. En toen kregen wij ook helemaal zin in ijs, dus dat hebben we ook even gedaan. En nu ga ik lekker chillen. Ik wil wel nog even douchen zo. Maar ik laat mijn ouders eerst even douchen. En dan ga ik daarna wel. Want ik was aan het editen voordat ik net ging stemmen. De evening routine. Of ja, de avond- en ochtendroutine. Dus daar ga ik nu even mee verder. Ik heb ook heel veel zin om te lezen. Want ik ben dus in dit boek aan het lezen. A Good Girl's Guide to Murder. En jongens, ik snap niet waarom ik zo lang heb gewacht met het lezen van dit boek. Want hij is zo... goed, tot nu toe. Kijk, ik ben echt op de helft, zoals jullie kunnen zien. Ik moet trouwens echt weer nieuwe boekenvlogs maken. Dat doe ik echt veel te weinig, maar ik ben nu op de helft dus. En ik vind het echt heel erg leuk en heel erg spannend. En het is dus een trilogy met nog twee andere boeken in de serie. Maar ja, vanavond staat dus gewoon onze planning om lekker te editen. Ik wil ook gewoon lekker lezen. Ik ga dadelijk dus ook nog douchen. En dat zit voor vanavond. Morgen vroeg moet ik weer poetsen. Ik heb een poetsadresje van 9 tot 12 ongeveer. Dus dat en daarna komt Dion rond het middag naar mij toe. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Ik weet ook niet wat we dit weekend willen gaan doen. Maar mijn moeder heeft ook een nieuwe haartang. Zo'n wave, zeg maar. Zo'n mermaid wave hair. Ik weet niet hoe ze het noemen. Maar die wil ik heel graag gaan proberen. En ik heb al nieuwe make-up die ik dit weekend wil gaan proberen. Die ik een keer heb gekocht in de video. En ik heb dat eigenlijk nog niet gebruikt. Want ik heb er niet echt de tijd voor genomen om te proberen. Dus dat wil ik dit weekend ook heel graag met jullie gaan doen. Maar vandaag dus gewoon nog eventjes lekker wat dingen doen. Van mijn to-do-lijstje. Allemaal van dat soort dingen. En ik heb ook eens heel leuks besteld voor mijn moeder vanochtend. Van de Shubi X Lizzie van der Licht collectie. Want ik zag een heel leuk shirtje. Dus die heeft mijn moeder vanochtend voor me besteld. Dus die komt als het goed is morgen ook binnen. Ik wil ook graag een shoplog filmen, want ik heb hier allemaal pakketjes staan. Dus dat ga ik ook morgen of zaterdag doen. Het ligt eraan wanneer dat pakketje binnenkomt van de Shoei. Dus ik hoop natuurlijk morgen. Maar ja, ik ga even editen en lekker lezen. Dus gewoon een lekkere chill avond. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Vrijdagochtend. Het is nu 9:15. Ik heb dadelijk van 9 tot 12 mijn poetsadresje. Dus daarvoor heb ik me klaargemaakt. Ik heb mijn poetshandschoentjes ook weer. Ik heb ook heel veel zin in vanmiddag. Want er komt een heel leuk pakketje binnen van de Shubi. Dus daar heb ik heel veel zin in. Wat ik gisteren heb besteld. Of mijn moeder heeft het gisteren voor me besteld. Dus dat ga ik filmen met de shoplog. Want ik heb ook dingetjes besteld bij de Sara, de Poe en Beer en de Stradivarius. Hele leuke dingen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Want die pakketjes liggen echt al de hele week daar. En ik heb ze dus nog niet opengemaakt. Dus ik ben zelf natuurlijk heel benieuwd naar de items. Maar dat staat voor vanmiddag op de planning. Dus nu eerst even poetsen. Het is 3 uur. Ik ben klaar van poetsen. Ik ben terug van poetsen. Ik heb gedoucht. Ik heb mezelf weer opnieuw opgemaakt. Ik heb mijn haar gewassen, gefeund. En ik heb een outfitje aan. En ik heb net een video gefilmd. Namelijk een shoplog. Hier kunnen jullie alle items zien. Ik ga nu gelijk ook even de items uitzoeken die ik wil houden. Dit is trouwens mijn eigen broek. Dus die houden we natuurlijk. Maar ik ga gelijk even uitzoeken wat ik ga houden en wat ik ga terugsturen. Want er zijn heel veel dingen gewoon niet mooi. Ik hou wel sowieso deze top. Die vind ik echt prachtig. Ik vind deze ook heel mooi van de Poe & Beer. Dus die ga ik houden. Die leg ik alvast even hier neer. Deze twee gaan terug omdat ze gewoon allebei echt super erg doorschijnen. Ja, dus ik ga die gewoon allebei terugsturen. Deze rok is echt ugly. Die is echt heel lelijk van de Poe & Beer. Dus die gaat terug.
Dit jurkje gaat terug, want het is toch niet wat ik had verwacht dat het zou zijn. Hetzelfde geldt voor deze. Ik vind die kleur vind ik gewoon te groen of zo. Het is echt een beetje legerachtig groen. En dat vind ik zelf dan wat minder aan of zo bij mij. Dus die gaat terug. Het shirtje van de Shubi ga ik denk wel houden. Ik ga nog heel even mijn moeder laten zien. Maar ik twijfel hier nog over. En bij de Zara gaat deze terug. Want ik vind dit setje... Ik had het echt als setje in gedachten. Ik vind het los niet zo leuk. En het broekje is veel te kort, veel te klein. Dus die gaat gewoon terug. Deze body ga ik denk ik ook houden. En dit blouseje ook. En dan gaat deze nog terug. Want dit vind ik ook echt niks voor mij. Het is veel te groot ook. En dit is al de kleinste maat helaas. Dus dit ga ik even allemaal opruimen. Weer terug in de verpakkingen doen. Ik wil het vandaag ook weer gaan retourneren. Want ik heb ook wat pakketjes van Vinted die ik op de post moet doen. En ik weet het. Ik heb de lelijkste broek ever aan. Die komt gewoon van de Primark. Maar ik ben ongesteld. En mijn spijkerbroek. Oh, daar heb ik echt geen zin in als ik ongesteld ben. Dus ik heb gewoon echt deze lelijke... Dit is ook maat L of zo, dus hij is echt veel te rood. Maar hij is wel leuk. Of ja, hij zit lekker. Dus ik ga dit nu even opruimen. Dus let niet op deze broek. Sorry. Goedemorgen, het is vandaag zondag. Het is zondag, even kijken. 9 juni, het is nu 10 over 11. Jullie kunnen zien, ik heb geen make-up op mijn gezicht. Maar dat komt omdat het mij heel erg leuk leek om mijn nieuwe make-upjes te gaan testen met jullie. Want ik ga natuurlijk wel eens naar de Kruidvat en dan film ik een Kruidvat Shop With Me. En dan koop ik gewoon wat nieuwe make-upjes. Maar ik moet zeggen dat ik die make-up dan niet zo snel gebruik. Omdat ik het een keer moet testen. En door de week doe ik dat nooit. Omdat ik dan denk van dadelijk is het de kleur verkeerd of zo. En dan moet ik nog naar werk, snap je? Maar vandaag is het zondag. Dus dacht ik van, ik ga het nu gewoon doen. Ik heb een trui aan, ik weet het. Het is juni, maar het zomerse weer zit er in Nederland gewoon echt nog niet in. Ik vind dat zo jammer dat het echt nog gewoon geen zomer is. Of in ieder geval een beetje lekker weer. Ik heb nu gewoon dus letterlijk een trui aan en dat kan gewoon, want het is 17, 18 graden of zo. Dus ik hoop gewoon echt dat het zomerse weer nog een beetje komt. Maar ik ga eventjes mijn make-up verzamelen. Ik heb namelijk als allereerste hier een lip en cheek tint van Essence. Ik heb een mascara van Essence die ik ga proberen. Wat heb ik nog meer? Ik heb sowieso hier mijn make-up tas. Nou, die zit echt propvol. Kijk, de zon gaat ook de hele tijd schijnen en dan weer niet. Echt heel irritant met filmen. Maar kijk even hoe vol mijn make-up tas zit. Dit zijn ook allemaal wel wat oudere make-upjes en zo. Maar er zitten ook echt wel wat nieuwe dingen in. Even kijken. Ik heb deze. Is nieuw. Een foundation. De Magic Filter Glow Booster. Die ga ik proberen. Ik heb ook deze losse poeder van de Kruidvat. Ik heb deze lipolie van Olsje Gulsen. Ik heb deze wenkbrauwgel van Essence. En deze primer van Essence. En hier ga ik ook mee beginnen. En ik moet zeggen dat ik deze nu al, ik denk, een maandje nu gebruik of zo iedere dag. En ik vind hem echt super fijn. En hiervoor gebruikte ik dan de MAC Prep & Prime spray. Maar die is echt iets van 18 of 20 euro. En dat vind ik gewoon echt heel duur. Maar ik moet wel zeggen dat ik die heel fijn vind voor de zomer. Want dan is die lekker verfrissend. Maar toen dacht ik van oké, Senna, kun je niet even een goedkopere primer vinden? Dus toen had ik deze een keer gekocht of gekregen bij zo'n box van Essence. En toen ben ik hem maar gewoon gaan proberen. En ik vind hem zelf echt heel fijn. Ik krijg er ook geen pukkeltjes van. Want daar ben ik altijd heel bang voor als ik nieuwe producten gebruik. Maar bij deze is dat niet zo. Oké, dan zit die erop. En dan ga ik dus door met dit product van Essence. Ik zal hem heel even van dichtbij laten zien. Ik heb hier echt goede verhalen over gehoord. Ik weet ook niet of dit eigenlijk een primer is of zo. Volgens mij kun je het gebruiken dat je alleen dit product gebruikt op je gezicht en verder dan niks. Dus als een soort ja, glow booster. Maar je kunt het volgens mij dus ook gebruiken als een foundation. En daar ga ik het gewoon voor gebruiken. Of een soort BB CC cream. Dus ik ga hem gewoon... Oké. Ik weet dat ik hem al een keer heb geswatcht. En toen was het heel glowy en heel shimmery. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit eruit gaat zien.
Ik ga in ieder geval Real Techniques deze Expert Foundation kwast gebruiken. En ik zeg al, ik ben echt heel benieuwd. Ik heb dit nog nooit gebruikt, dus het kan ook echt helemaal niks zijn. Sorry dat het licht steeds verandert. De zon gaat nu ook gewoon weer weg. Maar ik ben het product aan het aanbrengen. Het heeft een hele rare geur. En het heeft ook helemaal nul dekking. Oké, wat ik nu gelijk merk is dat het echt gewoon geen dekking geeft. Maar het geeft wel echt een glow en een shine aan je gezicht. Ik denk dat je dat ook wel een beetje kunt zien. Maar voor dekking moet je hem echt niet kopen. Want hij geeft nul dekking letterlijk. Maar ik ga nog even gewoon mijn eigen concealer gebruiken. Dat is gewoon deze van Catrice. Echt mijn lievelingsconcealer. Deze is ook bijna op. Maar die gebruik ik gewoon nog. En dan blend ik gewoon uit met een beauty blender. Ja, en de concealer zorgt natuurlijk dan wel weer voor wat meer dekking. Maar ik moet zeggen, ik denk dat deze heel fijn is als je in de zomer gewoon wel iets op wil, maar geen foundation of concealer op wil. Dan is deze denk ik heel fijn. Gewoon ook nog wat mascara of blush en dan ben je gewoon al klaar. Dus daarvoor is deze denk ik echt goed. Maar dus niet als foundation of concealer. Het is echt een beetje een soort primer glow booster, wat het eigenlijk ook zegt. Dan ga ik nu even door met deze. En hier ben ik heel benieuwd naar. Dit is dus een soort van dupe van de Benefit Benetint of zo heet die volgens mij. Kijk, zo ziet het eruit. En ik ben heel benieuwd. Het ruikt echt goddelijk. Ik wil het gewoon letterlijk opeten. Maar ik ga het maar gewoon aanbrengen. Ik heb geen idee. Ik ga gewoon voor 3 stipjes. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik ga het gewoon even... Met wat ga ik het uitblenden? Doe je dit met een kwast of doe je dit met een beauty blender? Ik denk met een beauty blender. Oké, die puntjes deppen gewoon letterlijk niet uit. Ik ga de andere kant ook maar gewoon even doen. Oké, nee, dit vind ik echt helemaal niks. Want het blendt gewoon letterlijk niet uit. Ik ga het gewoon even een beetje op mijn neus doen. Want ik vind blush op je neus gewoon altijd ook wel mooi. Dan krijg je een beetje zo'n sun-kissed look. Oké, het product, het geeft op zich wel wat kleur af, maar... Nee, oké, ik vind dit echt helemaal niks. Je ziet die stipjes hier gewoon nog staan overal op mijn hele gezicht. Dus ik ga maar weer gewoon wat concealer eroverheen doen. En dan ga ik gewoon een poederblush gebruiken. Wat jammer, want ik had dit gewoon echt niet verwacht. Ik had echt verwacht dat het gewoon mooi zou inblenden. Maar het blendt gewoon totaal niet in. Dus misschien is het wel fijn voor je lippen. Maar voor je wangen krijgt het van mij echt een nul. Dus ik ga gewoon deze dadelijk gebruiken. Dit is echt wel mijn lievelingsblush van Essence. Die is echt heel fijn. Ik word ook helemaal gek van die zon. Oh jongens, ik heb zoveel last van hooikoorts. Ik word daar helemaal knettergek van. En ik word ook gek dat als ik nieuwe make-up koop, dat het allemaal niet werkt. Want nu denk ik van, oké, ik ga nooit meer nieuwe make-up kopen, want dan krijg je dus dit. Dan krijg je dat het er gewoon niet uitziet en dat helemaal make-up look is verpest. Oh, ik vind dit zo erg. Ik heb hier gewoon 3 stipjes en ze gaan niet weg. Ik krijg het gewoon niet weg. Oh, en ik blijf maar bezig. Oké, nee, dit product krijgt van mij echt een dikke nul. Ik zou dit niet aanraden om te kopen. Het blendt gewoon totaal niet, dus nee, deze zou ik niet aanraden. Als poeder ga ik gewoon heel even deze gebruiken. Ik zou eigenlijk die losse poeder gebruiken, maar dat ga ik niet doen. Want ik ben bang dat echt heel mijn make-up vandaag naar de kloten gaat. We moeten het er maar mee doen. Ik ga ook heel even door met bronzer en daarna dus nog met blush. En daarvoor gebruik ik deze 2. Dit zijn echt mijn lievelingsbronzer en blush, dus die ga ik gewoon lekker gebruiken. Zo, en dan nog een beetje blush. Ja, ik hou gewoon echt van poederblush. Ik heb ook wel eens deze gebruikt. Een liquid en een soort stick cream-achtige blush. Maar ik vind dit ook gewoon niet fijn werken. Ik weet niet waarom, maar ik krijg dat gewoon nooit mooi uitgeblend. En poeder vind ik gewoon echt altijd gewoon wat natuurlijker ogen ofzo. Of misschien heb ik gewoon nog niet het goede product gevonden. Dat kan ook. Maar nee, ik ben voor nu gewoon echt nog fan van lekkere poederproducten. Ik hou gewoon niet zo van cream, bronzen of blush ofzo. Nou, nu ziet het er denk ik toch wel alweer een beetje fatsoenlijk uit. Ik ga even mijn wenkbrauwen doen met deze. Ik heb deze ook wel al vaker gebruikt, maar... Het nadeel bij deze, merk ik, is dat er een soort van witte velletjes komen. Maar ik heb ook van heel veel mensen gehoord dat deze juist fijner is dan de andere van Essence. Die gebruik ik namelijk normaal gesproken iedere dag. Dat is deze, die kennen jullie waarschijnlijk ook wel. Een hele bekende van Essence, de Lash & Brow Gel. Maar voor wenkbrauwproducten gebruik ik verder gewoon echt niks als alleen een wenkbrauw gel. Dus nu zitten mijn wenkbrauwen ook prima. Normaal gebruik ik dus altijd deze mascara, de Lash Princess. Ik heb die ook in het blauw, die gebruik ik meestal wat vaker in de zomer. Maar ik heb dus nu, even kijken waar ligt die, deze, de Call Me Queen mascara ofzo van Essence. Dus die ga ik nu gebruiken. Ik ga hem ook even openmaken, want ik ben heel benieuwd.
Oh, ja, dit borsteltje vind ik heel erg fijn. En mijn grootste tip met mascara aanbrengen is om te knipperen wanneer je de mascara aanbrengt. Oh, ik hou echt van de nieuwe mascara. Nou, zo kunnen jullie mijn ogen ook een beetje beter zien, of mijn wimpers in ieder geval. Ja, ik vind ze wel prima, maar ik heb niet het idee dat het echt heel iets anders doet dan de normale die ik altijd gebruik of zo. Ik vind het wel mooi, het is echt wel fijne mascara, maar ik moet ook zeggen, ik heb hele makkelijke wimpers. Dus ik kan eigenlijk echt iedere mascara gebruiken en dan zien ze er toch zo uit. Dus ja, in principe prima, maar niet heel speciaal heb ik het idee. Dan ga ik nog even door met lippen en ik doe altijd als allereerste hier een beetje die mascara of die foundation weghalen. En normaal gesproken voor mijn lippen zou ik deze MAC lipstick gebruiken en deze lippenbalsem van Laneige. Dit is altijd mijn combinatie. Maar nu ga ik wel gewoon de MAC lipstick gebruiken, maar daaroverheen ga ik iets anders doen. Want ik gebruik altijd deze als basis, omdat mijn lippen, vind ik, vanuit zichzelf niet heel veel kleuren hebben ofzo. Vooral niet mijn bovenlip. Dus ik vind het dan altijd wel fijn en mooi als ik gewoon een steady basiskleur heb. En dan doe ik daaroverheen een lippenbalsem of een lipglossje. En ik ga deze nu gebruiken van Olshe Gülsen. Dit is echt mijn moeder haar lievelingsmerk. En Sterre gebruikt dit ook heel veel. En laatst kreeg ik van haar een lipglossje. En dit is een fel roze lipgloss. Maar het is dus een lipgloss. Dus de kleur valt denk ik heel erg mee. Echt een leuke mooie verpakking. En oh, deze applicator is zo dik. Echt heerlijk. Zo, en kijk gewoon even al hoeveel verschil dit maakt in mijn make-up look. Nou, ik hou echt van deze MAC lipstick. Het is de kleur Mer trouwens. En nou ga ik dus deze gebruiken. Ik ben heel benieuwd naar deze. Oké, nou je hebt echt totaal niet veel nodig. Ik deed echt al gelijk een best wel dikke klodder. Maar nu zit het er ook wel op. Ja, gewoon een mooie lipgloss. Ik kan er nu ook nog niet heel veel over zeggen. Maar hij ziet er wel in ieder geval mooi uit, vind ik. Dus, dit is de make-up look met een aantal nieuwe producten. Over een aantal ben ik te spreken en over een aantal echt totaal niet. Het liefste gooi ik deze letterlijk de prullenbak in, want ik zie nog steeds die stipjes staan, maar het zal wel aan mij liggen. Ik hoop dat jullie dit een beetje leuk vonden om te zien. Ik doe dit normaal niet zo vaak. Ik heb ook niet zo heel veel verstand van make-up. Maar ik vind het ook af en toe wel leuk om gewoon even mijn make-up te doen met jullie en nieuwe dingen te proberen. En ik heb trouwens ook nog iets wat ik zei. Mijn moeder heeft dus een nieuwe haartool gekocht. Deze. Dit is zo'n wafelachtige tang. En ik wilde deze eigenlijk ook gaan proberen, maar daar heb ik nu echt geen zin in. Want ik moet mijn haar ook wassen en ik denk niet dat het er dan heel mooi uitziet. Maar dit is hem. Wel leuk om dit te proberen in een van de andere vlogs. Ook als ik het echt voel, als ik aan het eten ofzo, dan is dit denk ik wel leuk om dan mijn haar extra te doen. Het is echt een joekel van een ding. Ik kijk even in vergelijking met mijn hoofd. Dit ding is zo groot. Ik heb ook geen idee hoe dit werkt. Ja, ik weet het niet. Ik ga dit een keer... Oh ja, je moet dit natuurlijk zo doen. En dan krijg je een beetje golven of zo. Ik heb geen idee. Ik wil het wel echt gaan proberen, maar ik ga het niet nu proberen. Er zit ook een mooi boekje bij. Mijn moeder wilde eigenlijk de roze. Maar die was bij de Douglas volgens mij helemaal uitverkocht. Dus toen is ze gewoon gegaan voor de zwarte. Ja, ik ben heel benieuwd naar dit. Ik heb dit nog nooit geprobeerd. Er zit ook een handschoentje bij. Ik ga het nu niet proberen, maar ik ga het wel in een andere vlog proberen. Ik ben dan denk ik echt veel te veel tijd mee kwijt en Dion zit ook onder op mij te wachten. Dus ik ga hem niet te lang nog laten wachten, maar wel heel erg leuk. Ik ga het proberen. Ik ben echt benieuwd, maar dus in een andere vlog. Kijk, het ligt hier nu ook helemaal vol met make-up. Dus ik ga dat even opruimen. Ik zal mijn outfit ook even laten zien. Of ja, mijn outfit is heel simpel, maar ik heb dus deze trui aan van Jeans Louise. Echt zo'n goede aankoop. Ik heb die toen gekocht bij iemand op Vinted. Voor echt super goedkoop. Maar dit is echt mijn lievelingshoodie. Ik had ook echt zin in een hoodie. En ik heb dan deze broek aan. Gewoon mijn white leg broek van H&M. Die ik letterlijk de hele week al aan heb volgens mij. Maar dit is echt gewoon mijn lievelingsbroek. Ik weet niet wat Dion en ik vandaag gaan doen. Het weer is ook niet... Het zonnetje schijnt, maar de hele tijd gaat de zon ook weg. Dat hebben jullie ook wel kunnen zien. Het waait heel hard. Maar Dion en ik gaan sowieso vandaag denk ik onze vakantie boeken. We zijn echt al letterlijk maanden, weken aan het kijken naar een vakantie. Maar we weten het gewoon niet. Maar ik denk dat we vandaag wel even wat gaan boeken. Want ja, we moeten wel. Ik heb ook over volgens mij 5 weken of zo heb ik zomervakantie. Voor ongeveer 5 weken. Dus dat is natuurlijk best wel lang. En we wilden wel graag op vakantie. Maar ik denk dat we naar Italië gaan. Maar dat gaan we vanavond of vandaag in ieder geval even boeken en bekijken. En we gaan waarschijnlijk ook weer met de auto en dus met de tent. Dus niet met het vliegtuig of zo. Maar ik ga even naar Dion, want hij zit op mij te wachten. Eerst nog even dit opruimen. En dan gaan we het wel zien. Thank you.
Het is alweer een tijdje later. Het is nu 9:45. Dion is alweer een tijdje naar huis ook. Maar ik heb vanmiddag met Dion lekker gechilled. We hebben koekjes gebakken. Chocolate chip koekjes. Die waren heel erg lekker. Verder hebben we ook even naar de vakantie gekeken. Maar we zijn er nog steeds niet uit waar we precies naartoe willen. We willen sowieso naar Italië. En we weten ook wel een beetje waar naartoe. Maar we weten nog niet per se welke camping. Dus daar zijn we nog een beetje over aan het twijfelen en kijken. Maar Dion en ik hebben afgesproken dat we morgen even gaan boeken. We hadden namelijk ook een creditcard nodig. En die hebben Dion en ik allebei niet. Dus dat moeten we even zijn ouders laten doen. Maar dat. Verder ben ik nu lekker aan het editen. Al de hele avond. Ik moet YouTube gewoon weer oppakken. Ik heb echt vorige week letterlijk 1 video geüpload. Die is vandaag online gekomen. Dus het was echt tijd dat ik weer even wat ging editen en doen. Maar ik heb er ook echt weer zin in. Ik had vorige week echt even een slump. Ik had er gewoon echt geen zin in. Ik weet niet wat het was. Maar ik ben nu in ieder geval bezig geweest met de shoplog. Deze, die heb ik afgelopen vrijdag gefilmd. Dat hebben jullie ook kunnen zien. Dus die staat nu ingepland voor, ja, morgen. Dus voor jullie maandag. Nu ga ik even door met het voorbereiden van de rest van de video's. Ik merk echt dat ik verkouden aan het worden ben. Het kan ook komen door de hooikoorts. Want ik heb vandaag heel veel last gehad van hooikoorts. Maar ik heb echt last van mijn keel. Ik heb een hele droge keel. Dus ik ga lekker veel water drinken. Morgen heb ik 2 boezadresjes. Dus ik wil vandaag ook weer een beetje op tijd gaan slapen. Verder moet ik volgende week dinsdag, woensdag, donderdag werken. En vrijdag heb ik gewoon een vrije dag. Dus dat wil ik gewoon in gaan plannen voor YouTube. Heel fijn. Nog even een dagje voor het weekend. En in het weekend heb ik weer afgesproken met Dion natuurlijk. Dus zijn jullie ook weer een beetje op de hoogte. Ik ga verder gewoon de hele avond lekker chillen. Editen, YouTube dingetjes doen, gewoon chill in mijn bed. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer een keer een weekendvlog te zien. Het was gewoon weer een chille, realistische weekvlog of weekendvlog. Ik doe niet per se heel veel, maar ik dacht het is wel leuk om jullie gewoon een keer mee te nemen in een wat rustigere weekend. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren, mocht je het dan nog niet hebben gedaan. Dat waardeer ik namelijk mega erg. En dan zie ik jou hopelijk weer in een van mijn volgende video's. Doei!